Michel Hendrik 6-0 gewonnen in de eerste wedstrijd tegen Slowakije. Hier staat een trotse aanvoerster. Ja, zeker, uiteraard. Ik ben ontzettend trots op het team dat we vandaag eigenlijk meteen een openingswedstrijd hebben laten zien waarvoor wij hier zijn. Ja, goed, en misschien mag je ook wel verwachten dat we de eerste wedstrijd, met alle respect toch Slowakije, op papier het minste tegenstander in de pool. Maar dan moet je het nog wel even doen. En goed, 6-0 is denk ik een prima uitslag in de eerste wedstrijd. Probeer eens uit te leggen waarom jullie met 6-0 hebben gewonnen. Dat is een goede vraag, ik weet het niet. Ik zeg al, we hebben wat dat betreft gewoon de kansen die we kregen goed afgemaakt. En ik denk dat we vandaag ook gewoon bij Vlaar gewoon een goed spel hebben laten zien. Voorrust, narust? Voornamelijk voorrust. Narust ging misschien iets minder soepel. Maar goed, ik denk dat we het in allebei de helften wel bij Vlaar een goed spel hebben laten zien. Waarom ging het naar rust iets minder soepel? Jullie geloven het wel of... Nee, goed. Het is natuurlijk ook Slowakije, die heeft er al op dat moment al 3 om de oren. Dus ja, dan moet je ook, dan moeten we ook weer iets aan gaan doen. Nou, die gingen we op een gegeven moment wel, wilden ze weer verdedigend gaan spelen. En dan is het moeilijk om door te komen. En ik zeg al, als je er al 3 in liggen, dan is het alleen nog maar moeilijker om die 4e, 5e en 6e te maken. Maar als ik je goed begrijp, dachten jullie wel van oké, misschien lukt het nog wel 4, 5, 6, gewoon doorgaan. Ja, zeker, we hebben er eens ook gezegd dat het altijd beter kan. En ik zeg al, bij Vlaar hebben we goed spel laten zien. Maar ik denk dat we nog niet echt tevreden kunnen zijn over de wedstrijd zelf. En Jessica heeft ook gewoon in de rust gezegd van goed meiden, het is 3-0, maar het kan nog meer zijn. Dus pak het op en zet het door. En dat hebben we gedaan. Hebben jullie ook nog zoiets van, nou ja, misschien kan dat doelstel wel belangrijk gaan zijn? Ja, het speelt zeker mee. Als je gaat kijken, Noorwegen en Frankrijk zijn natuurlijk de moeilijkste landen dadelijk die je nog tegen gaat krijgen. En dan, als het dan aan gaat komen op doelstel, dan denk ik dat je vandaag lekker aan het gewerkt. Je had ook je moment of fame al op het TK natuurlijk. Hè? Een gele kaart, maar dat bedoelde ik niet. Een doelpunt? Ja, heerlijk. Vertel. Ja goed, Siska die ziet me staan en die geeft de bal gewoon perfect. En ik kop hem tegen de draad in. Dus... En nu, volgende wedstrijd? Volgende wedstrijd Noorwegen. Ik zeg al, er zijn nog genoeg verbeterpunten. Als je in deze wedstrijd ziet, zijn er nog genoeg verbeterpunten. En daar gaan we voor trainen en dan zien we het wel. Noem maar eentje dan, want genoeg. Ja goed, ik denk dat we nog veel nauwkeuriger kunnen zijn in de passing. En dat ging vandaag een aantal keer mis. Ja goed, bij deze tegenstanders kon je nog in principe permitteren. Maar dat duikt tegen Noorwegen en Frankrijk en dat absoluut niet.